Ja, van harte welkom allemaal. Er is weer iets misgegaan met YouTube. Soms snap ik er helemaal niks van. Dus ik hoop dat er zo kijkers binnenkomen. Want ik heb natuurlijk een link gedeeld, maar die werkt niet. Dus nou, ik ga even. Ja, er komt al één kijker binnen. Heel fijn. Ja, nou, ik ga gewoon lekker beginnen. Het maakt niet uit. Er komt ook een opname. Dus die kan ik sowieso op YouTube gaan zetten. Nou, wat gaan we vandaag doen? Ik ga straks een kaart trekken uit mijn Kiba kaartenset. De Kiba kaartenset is een prachtige set. En zit ook een mooi boekje bij. En Kiba betekent als woord bescherming. Omdat jij altijd beschermd bent door jouw hogere zelf. Jij bent altijd veilig als je echt intuned op jouw hogere zelf. En Ki staat voor levensenergie, levenskracht. Wa staat voor oorsprong, hè, terugkeren naar jouw oorsprong, contact maken met jouw levenskracht en levensenergie. En de letters zijn de vijf stepping stones op jouw levenspad. Hè, de K staat voor kracht, de I voor intuïtie, de B voor bewustzijn en bewust leven. De A voor angst eroverwinnen, ook een belangrijke. En natuurlijk de A van actie. Want het is ook hier op aarde belangrijk om te doen. En het maakt dan niet uit of je nou in de derde, vierde of de vijfde dimensie bent. Op aarde mogen wij manifesteren. Nou, ik begin dus met het trekken van een kaart. En dat wordt de energie van vandaag. Daarmee tune ik in en het wordt ook het onderwerp van de meditatie. Nou, het is Kiba-moment nummer 49. Mooi, positieve gedachten alleen zijn niet genoeg. Je hebt ook positieve gevoelens en positieve acties nodig. En de vraag die daarbij hoort is: welke positieve gedachten, gevoelens en acties heeft jouw doel nog nodig? En dat vind ik wel heel mooi hoe dat aansluit op deze tijd. Sinds er een enorme oproep is geweest van vrachtwagenchauffeurs in Canada. Vrachtwagenchauffeurs die moesten op een gegeven moment verplicht gevaccineerd worden. En nou, dat wilden ze niet. Waarschijnlijk heb je er wel iets van meegekregen. En er is echt een enorm konvooi, wat nog steeds aan de gang is, van wel, nou ja, van wel 100 kilometer lang, om op te komen voor onze vrijheid. En ik heb echt het gevoel dat daardoor enorm veel in gang is gezet. Steeds meer bekende Nederlanders durven zich uit te spreken. En er gaat ook weer een petitie rond om de coronapas af te schaffen, die ook al volgens mij 500.000 of misschien al wel 1 miljoen keer is ondertekend. Dus er is een hele mooie kanteling gaande. En ja, daar word ik zelf wel heel erg blij van. En dat is aan ons. Het is heel erg belangrijk om zelf te kiezen voor liefde en uit de angst te stappen. Ah, Marion, het is gelukt. Ja, fijn. Ja, nogmaals excuses. Dat het niet helemaal gelukt is. Ik ga maar weer uitzoeken wat er dan mis is. Maar leuk dat je binnen bent gekomen, Marjo. Dus heel erg belangrijk om, ja, om zelf te creëren wat jij in de wereld wilt zien. Mahatma Gandhi zei het al: Be the change in the world you want to see. En hoe cliché het ook klinkt, het begint echt bij onszelf. En ik noem mezelf ook liever een shadow worker dan een light worker. Want om naar het licht te gaan, en je kunt natuurlijk, en dat is ook absoluut belangrijk, af te stemmen rechtstreeks op je hogere zelf. Want dan krijg je de inspiratie, dan krijg je alle antwoorden die je nodig hebt. Maar als jij nog ook wordt tegengehouden door angst en door je innerlijke criticus, dan kunnen die boodschappen niet goed doorkomen. Want jouw hogere zelf, die is al heel en compleet. En die geeft jou voortdurend inspiratie, boodschappen. En het is aan jouzelf, aan onszelf, om daar steeds meer naar te luisteren.
En je innerlijke criticus zijn eigenlijk een soort sluiers die dan verhinderen wat er via je hogere zelf binnenkomt. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om die sluiers van angst, schuld, schaamte, tekort, om die te gaan oplossen. En daarvoor is het ook belangrijk om diep in jezelf te gaan. Ik heb daar ook een nieuwsbrief over geschreven. Als het goed is, hebben jullie die ontvangen. En zo niet, dan schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. 1 keer in de maand stuur ik een leuk artikel. En ook de agenda met de activiteiten voor deze maand. En de afgelopen nieuwsbrief ging ook daar heel erg over. Dat het dus belangrijk is dat je alleen maar licht kunt verspreiden als jij zelf het licht bent. En je bent natuurlijk al het licht, maar door jouw blokkades, jouw schaduwkanten letterlijk in het licht te zetten, dan gaan ze transformeren. En we leven echt in een hele mooie, bijzondere tijd waarin het ook ontzettend snel gaat. En ik heb gisteren ook, dat was ook prachtig, ik heb een eerste cacao-ceremonie gegeven. Het is echt zo ontzettend mooi wat cacao met je doet. Cacao is het echte hart openen. En die maakt de weg ook vrij naar inzichten, naar je hogere zelf. En het is echt zo mooi om te zien en te ervaren hoeveel inzichten mensen krijgen. En het mooie is dat je het dus ook allemaal zelf doet. Want alle antwoorden zitten in jou. De beweging is van binnen naar buiten. He, dus de kaart nummer 49. Positieve gedachten, daar begint het mee. He, anders denken, anders voelen, anders doen. Het begint met je mindset. Met je perceptie dat alles liefde is. Dan heb je ook dat je dat daadwerkelijk zo voelt en dat je al je gevoelens van angst, schuld, schaamte, tekort daadwerkelijk in jou gaat oplossen. En van daaruit kun jij handelen vanuit liefde in plaats van uit angst. Dus ik vind het een hele mooie kaart voor vandaag. En de vraag, ik herhaal hem nog een keer, is welke positieve gedachten, gevoelens en acties heeft jouw doel nog nodig? En een variatie op die vraag is, wat zou liefde doen? En daar wil ik graag de meditatie mee starten. Met de vraag, wat zou liefde doen? Dus in deze meditatie ga ik je helpen om je af te stemmen op je hogere zelf. En contact te maken met je hart. En te luisteren naar wat jouw hart jou vertelt. En je hart kiest altijd vanuit liefde. En je ego, je innerlijke criticus. Dus je ego is van zichzelf trouwens ook niet slecht. Het is dat deel wat constant kritiek op je heeft. Je innerlijke criticus. Dat is het deel wat jou tegenhoudt om te zijn wie jij werkelijk bent. Nou, ga lekker zitten. Ga zo comfortabel mogelijk zitten of liggen. En sluit je ogen als je dat nog niet hebt gedaan. En kom helemaal in de ruimte waarin jij nu aanwezig bent. Kom helemaal aan in het hier en nu. En luister naar de geluiden om je heen. Wellicht hoor je geluiden in de ruimte waarin jij nu bent. Misschien hoor je geluiden in de ruimte waar ik ben. En je hoeft helemaal niets te veranderen. Neem het alleen waar. En laat de geluiden wat naar de achtergrond verdwijnen. Door je aandacht te richten op je eigen ademhaling.
Luister naar het geluid van je eigen ademhaling. En daarmee verdwijnen alle andere geluiden wat meer naar de achtergrond. Door je helemaal te richten op jouzelf. En voel de beweging van de ademhaling in je lichaam. Adem in. En adem uit. En laat je lichaam zich bij de uitademing nog meer ontspannen. Laat je lichaam nog maar wat zwaarder worden. Jij hoeft even helemaal niets te doen. Alleen maar zijn. En ga met je aandacht naar je voeten. En voel je voeten hoe die op dit moment zijn. En je hoeft niets te veranderen, alleen het waar te nemen. Ook als je voeten ongemakkelijk voelen, of je voelt een kriebel of pijn. Het mag er allemaal zijn. En dan ga je met je aandacht naar je benen. En voel je benen precies zoals ze nu zijn. En dan ga je met je aandacht naar je billen en je bekkenbodem. En neem het alleen waar. Wellicht voel je de ademhaling bewegen in je bekkenbodem. En dan ga je met je aandacht naar je rug. Voel je onderrug, je middenrug, je bovenrug. En voel je schouders, je armen en je handen. Voel je borstkas, je maag en je buik. En voel de beweging van de ademhaling in je bovenlichaam. En voel je hals, je nek en je keel. En neem alleen waar wat er nu aanwezig is. En voel je hoofd en je gezicht. En voel je kaken. Voel ze gespannen of ontspannen. En voel maar wat er gebeurt als je je lichaam aandacht geeft. Zonder iets te verlangen, zonder iets te hoeven. Helemaal zijn zoals je nu bent. En voel je hele lichaam. Zoals je zit. Of licht.
En merk op welke gedachten dan binnenkomen drijven. Zijn het ondersteunende gedachten? Of veroordelende gedachten? En neem dat ook waar, zonder oordeel. Iedereen heeft ondersteunende gedachten en belemmerende gedachten. Hoe meer je spiritueel onderscheidingsvermogen ontwikkelt, hoe gemakkelijker je bewust kiest voor positieve gedachten. En dat betekent niet dat de negatieve gedachten weg zijn. Het betekent dat je er steeds minder en minder aandacht aan schenkt. Ze zijn er, je neemt ze waar. Maar je laat je er niet langer door leiden. Want elke negatieve gedachte is in de basis op angst gebaseerd. En je mag liefdevol, vriendelijk en mild zijn naar al jouw angsten. Alle gevoelens van schaamte, woede, haat, wrok, tekort, schuld. En dan mag je alle gevoelens, alle gedachten die gebaseerd zijn op angst, schuld, schaamte, tekort, woede, wraak, boetedoening, wrok. Alle gedachten die jou bekend zijn en onbekend. Die je bewust bent en onbewust. Mag je uit je lichaam laten stromen en visualiseer een bal van licht die voor jouw hart zweeft. En wellicht heeft deze bal van licht een kleur of een vorm. En laat alle belemmerende gedachten, of je ze nou kent of niet kent, bewust bent of onbewust, met jouw intentie, laat je al die gedachten die jou belemmeren, die jou in angst houden, in schuld of schaamte. En laat ze maar in die prachtige lichtbal stromen. En het is belangrijk dat je dit liefdevol doet. Met compassie voor jezelf. Omdat al deze schaduwkanten jou verhinderen om het licht te zijn. En vergeef jezelf daarvoor dat je dit hebt gedaan.
Want we leven in een wereld die gedomineerd werd door angst. Schuld, schaamte, tekort, woede, wraak. En nu mogen we transformeren naar de vijfde dimensie. En een wereld creëren die gebaseerd is op liefde. En daarvoor is het nodig om allereerst liefdevol te zijn voor jezelf. En laat al die belemmerende gedachten, gevoelens en alles wat je hebt gedaan vanuit angst, laat het maar in die prachtige lichtbal stromen die voor je hart hangt, zweeft. En als je dat fijn vindt, mag je die lichtbal ook in je handen nemen. Nu kijk er maar naar. Met liefdevolle vriendelijkheid en mildheid voor jezelf. En terwijl je naar die bal van licht kijkt, waar al die bekende en onbekende gedachten instromen, bewuste en onbewuste gevoelens, bewuste en onbewuste handelingen. Dan zie je dat er een paar uitspringen, wat meer zichtbaar zijn dan anderen. Dit zijn de gedachten, gevoelens en handelingen die nu een rol spelen, die je nu mag transformeren. En kijk maar welke dat zijn. En blijf kijken met compassie, liefdevolle mildheid en vriendelijkheid. Je neemt het waar zonder oordeel. En stel je nou eens voor dat een goede vriend of vriendin deze gedachten of gevoelens zou hebben of dit zou doen. Een goede vriend of vriendin waar jij van houdt. Welk advies
zou jij dan aan die goede vriend of vriendin geven? Vanuit liefde. Wat zou liefde doen? En dan kijk je opnieuw naar die prachtige bal van licht. Met al jouw belemmerende gedachten, gevoelens, handelingen. Helemaal omringd door die prachtige bal van licht. In die prachtige kleur, die je misschien ook wel in je handen draagt. En je beseft je nu dat al deze gedachten, gevoelens en handelingen een geschenk bevatten, een les. Want je bent dankzij je verleden geworden wie je bent, niet ondanks. Dus kijk nog eens met liefdevolle vriendelijkheid en mildheid naar al die belemmerende gedachten, gevoelens en handelingen. En stel jezelf de vraag: wat heb ik hierdoor ontwikkeld? Waar ben ik goed in geworden? Door dit te denken, dit te voelen en dit te doen. Hoe heeft het me krachtiger gemaakt? En wat was er zo belangrijk dat ik dit dacht, dit voelde en dit deed? Want er was een goede reden voor. En voel wat er verandert. Nu je weet welke kracht je hebt ontwikkeld. Welke kwaliteiten? En wat belangrijk voor je is? Want elk probleem heeft een gouden randje. En je mag intunen op het gouden randje in plaats van op het probleem.
En al jouw kracht, al jouw kwaliteiten en alles wat jij belangrijk vindt, stroomt nu ook in die bal van licht die voor je hart zweeft of die je in je handen houdt. En laat jouw licht alle negatieve gedachten, gevoelens en gedrag oplossen. En ik nodig je uit om je leven tegemoet te treden. Vanuit liefde. Vanuit jouw kracht. Vanuit jouw kwaliteiten. En vanuit wat voor jou belangrijk is. Je mag die gouden bal van licht, die nu al jouw kwaliteiten, kracht en belangrijke waarden bevat, weer integreren in je hart. Of op een andere plek in je lichaam als dat beter voelt. Want alles mag er zijn, niets hoeft weg. Je hoeft alleen maar je gedachten erover te veranderen. En kies positieve gedachten, positieve gevoelens en positieve handelingen. Want dat is de enige manier om licht en liefde in de wereld neer te zetten. Niet door iets uit te sluiten of iets weg te stoppen. Het mag er allemaal zijn. Alleen kies jij steeds meer voor liefde. En als je wilt, mag je een hand op je hart leggen. En vraag aan je hart wat jij nu het liefste zou willen. Wat zou jouw leven onmiddellijk verbeteren? Welke keuze zou liefde nu maken? En welke positieve gedachten, gevoelens en handelingen ondersteunen dit?
En haal dan heel diep adem. Adem in door je hart. En adem uit door je hart. Adem nog een keer diep in door je hart. En uit door je hart. En word je weer bewust van je lichaam. Word je weer bewust van de ruimte waarin jij aanwezig bent. En je mag je wat gaan bewegen. Je mag je wat gaan rekken, wat gaan strekken. En dan mag je je ogen weer open doen. En helemaal aanwezig zijn in het hier en nu. Nou, welkom terug. Nou. Ik ben heel benieuwd hoe jullie de meditatie hebben ervaren. En we hebben ook nog even tijd om vragen te beantwoorden. Ik vind het echt altijd heel erg leuk om vragen te beantwoorden. En mijn ervaring is ook altijd dat de vragen die gesteld worden en de antwoorden die ik geef, dat die voor meer mensen betekenis hebben. Want een vraag staat nooit op zichzelf. We zijn allemaal mensen en we komen allemaal dezelfde dingen tegen. Dus laat in de chat weten of je een vraag hebt. Ik vind het ook leuk om een kaart voor je te trekken en de vraag te beantwoorden met behulp van de kaart die ik voor je trek. Vind ik ook altijd leuk om te doen. En dan is het wel heel erg leuk om dat je er wel een vraag bij zet of iets wat je bezighoudt. Iets waar je tegenaan loopt misschien. Of misschien heb je vragen over hoe je luistert naar je intuïtie. Of heb je vragen over de derde, vierde, vijfde dimensie. Misschien vragen over de meditatie. Hoe kies je dan voor liefde? Dat zijn allemaal mooie vragen die je kunt stellen. En laat het me weten. Sandra zegt, dankjewel. Het was een fijne meditatie. Ja, fijn dat je er ook was. Na wat opstartproblemen. Marion, hoe mooi en toepasselijk was de meditatie voor mij? Heel diep gegaan, was heel verhelderend. Mooi Marion, ja, leuk om te horen. Ja, leuk. Ja, dat vind ik ook zo leuk aan deze live meditaties. Ook al, ja, er zitten natuurlijk 56 kaarten in mijn Kiba kaartenset. Dus het gebeurt nou eenmaal dat je ook wel eens eenzelfde kaart trekt. Maar omdat je hem toch live in het moment geeft, tune je ook in op de energie van dat moment. En dat maakt zo'n live meditatie wel heel erg leuk. Vind ik echt heel erg leuk om te doen. Nou, ik wacht nog even tot of er nog vragen zijn. En als er geen vragen zijn, dan kunnen we ook de Kiba Lightstream afsluiten. Esther Kooi, oh leuk dat je er bent. Vond het ook een fijne meditatie en was ook van toepassing op wat ik nu nodig heb. Ja, dankjewel. Ja, leuk. Ja, dankjewel. Ik vind het echt zelf ook heel erg leuk om, om dit van jullie terug te horen. Nou, ik kan nog even wel wat vertellen over alle activiteiten die ik de komende tijd ga organiseren. In februari ga ik nog twee webinars geven in 5 stappen zijn die je bent. Ik ga dat geven samen met Petra Vrij. En ik zal zorgen dat de link onder deze video ook beschikbaar zijn. Je kunt gratis meedoen.
Het is ja, een soort introductie en inleiding op de training Op Weg Naar Jezelf. En het is gebaseerd op mijn boek Anders Denken, Anders Voelen, Anders Doen. En de training Op Weg Naar Jezelf, die gaat Petra van mij overnemen. Ik ga Heal, Reveal, Express Yourself doen. Ik ga Kiba coaches opleiden. En Petra en ik gaan ook een trainende trainersopleiding geven. Want ik wil nog veel meer holistisch, intuïtieve en systemische coaches en trainers op gaan leiden. Het licht en de liefde nog meer te verankeren op aarde. En Petra gaat de training Op Weg Naar Jezelf van mij overnemen. Ik ben haar nu aan het opleiden. En wat heel erg leuk is, zij maakt ook een compleet draaiboek voor de training. Dus de trainers die wij dan weer gaan opleiden, die hebben dan echt een kant-en-klaar concept waar je mee kan starten. Want dat zie ik heel vaak bij startende coaches, startende trainers, dat ze niet weten hoe ze moeten beginnen. En met de Kiba-methode kun je in ieder geval van start gaan. En belangrijk daarbij is wel dat de Kiba-methode, als je Kiba-coach wordt, dan is de Kiba-methode een fundament van waaruit je traint. En je mag daarna je eigen expertise toevoegen. En dat is juist heel erg belangrijk. Je krijgt echt een holistisch, systemisch, intuïtief fundament van hoe doe je dat als coach? Hoe word ik die 21ste eeuw coach? Hoe train ik intuïtief en holistisch? En wil je dan ook echt de training Op Weg Naar Jezelf gaan geven? Dan hebben wij daar ook weer een aparte traject voor. En dat wordt echt, echt superleuk. En omdat Petra de training Op Weg Naar Jezelf van mij gaat overnemen, krijg ik ook meer tijd om retretes te organiseren. Ik ga weer opstellingendagen organiseren en cacao-ceremonies. Ik heb gisteren mijn eerste cacao-ceremonie gegeven. En het is zo ontzettend mooi om te zien, te ervaren wat cacao met je doet. Het is een prachtige hartopener. En het maakt de weg vrij naar je hogere zelf, naar wie jij werkelijk bent. En tijdens een cacao-ceremonie krijg je ook echt antwoorden en inzichten vanuit jouw hogere zelf. Je gaat echt contact maken met de bron van wijsheid in jou. En dat is echt zo mooi om te zien. En ik wil dat ook gaan combineren. Dan ga ik 2 dagen opstellingen geven. Ik ga een opstelling een tweedaagse geven met het thema je familie voorbij. Omdat het nu ook heel erg belangrijk is om echt die volgende stap te maken. En wel de kracht van je familie te voelen. Maar er ook tegelijkertijd los van te komen om een nieuwe stap te kunnen zetten. En het tweede thema is levensdoelopstellingen, missieopstellingen. Waarom ben ik hier? En dat kun je dan ook afsluiten met een cacao-ceremonie. Want dat hoeft niet, dat kan je los van elkaar inplannen. Maar een cacao-ceremonie verdiept dan nog meer de inzichten die je tijdens de opstellingen hebt gekregen. Dus dat zijn de activiteiten van de komende maanden. Een gratis webinar met Petra in 5 stappen op weg naar jezelf. En hele mooie cacao-ceremonies en opstellingendagen. Even kijken, Esther zegt, bijzonder en mooi wat je allemaal mee bezig bent. Ja, klopt. En Ilse zegt, bedankt voor de fijne meditatie. En Sandra, wanneer is je volgende cacao-ceremonie? Uit mijn hoofd 12 maart, maar in de agenda, als je naar mijn website gaat, www.sabinehes.nl, dan heb ik een blok agenda en daar staan alle data in, want ik ga hem nog 3 keer geven. Ja, echt superleuk. Ilse, ik ga momenteel door een erg heftige periode. Ik ben na 30 weken zwangerschap al mijn kindje verloren, doordat ik zelf corona had. Hoe blijf ik het licht en de liefde zien? Nou, dat is echt een hele mooie vraag, Ilse. Belangrijk is dat je ook tijd neemt voor rouw. Je mag verdrietig zijn, je mag boos zijn, je mag gefrustreerd zijn omdat je een kindje hebt verloren. Dat zijn normale menselijke emoties. Alleen als je daarin blijft hangen door bijvoorbeeld de vraag waarom overkomt mij dit en het is niet eerlijk, dan ga je weerstand opbouwen tegen de situatie. En op het moment dat je dat doet, dan trek je als het ware lijden aan. Dus het is altijd en. Het is onmogelijk, Ilse, om alleen maar licht en liefde te zijn als je zo'n
heftige gebeurtenissen hebt meegemaakt. Wat je wel kan doen, is het met licht en liefde blijven benaderen. En dus wat ik zeg, niet in schuld, schaamte. En want je schrijft ook door corona, geef jezelf niet de schuld, geef corona niet de schuld. Want dan wordt je trillingsfrequentie heel erg verlaagd. Maar door woede, frustratie en verdriet ook toe te laten, kun je het juist ook beter handelen. Dat mag. En wat je ook kan doen is vaak, hè, ik geef ook hele mooie quantum healing sessies met cacao. Maar je kunt het ook zelf doen, is ga schrijven. Ga voelen, wat heeft dit kindje gebracht? Wat heeft het jou gebracht, bijvoorbeeld? Wat je soms ook hoort, ik weet niet of dat op jou van toepassing is, maar soms hebben kindjes vinden het gewoon heel spannend om hier naar aarde te komen. En die komen dan als het ware even kijken. Die gaan even voelen hoe het is. Maar dan zijn ze er nog niet aan toe om echt op aarde te incarneren. Dus zoiets zou ook nog kunnen gebeuren. Ik heb zelf in mijn burn-out periode, dat is al wel vrij lang geleden, heb ik ook een kindje verloren. En daar kan ik nog steeds oprecht verdrietig ook om zijn. Toch voel ik altijd, ik heb hem ook Robin genoemd, voor mijn gevoel was het een jongetje. En ik voel ook dat hij nog altijd ergens bij mij is. En het voor mij, hoe gek het ook klinkt, was het ook een enorm geschenk. Want door die gebeurtenis was ik ook gedwongen om echt voor mezelf te kiezen. Wat ik daarvoor gewoon niet deed. Ik was natuurlijk niet voor niets burn-out geworden. Dus voor mij was Robert ook een heel groot geschenk om een stap verder te zetten. Dus daar ben ik Robert ook nog steeds heel erg dankbaar voor. En wat ook heel erg misschien helend en helpend is, ik weet niet of je van Disney films houdt. Je hebt een hele mooie film Soul. En dat gaat er ook over dat er een zieltje is die helemaal niet naar de aarde wil en het allemaal eng vindt. En dan is er uiteindelijk een ziel die dat zieltje toch weer helpt om te genieten van alles wat op aarde leeft. Dus misschien is dat ook een mooie film en helend om te kijken. Maar neem ook echt tijd voor rouw, voor het verdriet en de woede en de frustratie. Want ook dat mag er namelijk zijn. En ook dat is liefde voor jezelf hebben. Dat er mag zijn. Nou Ilse, ik hoop dat je wat aan dit antwoord hebt. En heel veel sterkte met het verwerken hiervan. Even kijken, Esther. Vraag je, is jaar 2 en de keepercoachopleiding ook goed als online coach toepasbaar? Jazeker. Of komen veel opstellingen bij? Zo bedoel je dat. Ik geef ook online opstellingen. Als je de training die ik geef is wel live. Want dat vind ik echt belangrijk. Dat je gewoon echt in Zuid-Laren komt voor de verbinding en om het te leren. Maar je kunt ook heel goed online opstellingen geven. Maar de training tot Kiba Coach en de trainde trainers is wel live. Dat ga ik ook niet online doen. Omdat je dan toch ook wel een stuk mist. Want je wordt opgeleid tot coach en trainer. En dat vind ik weer heel iets anders dan wanneer je online opstellingen geeft. Maar je hebt hele mooie tools en mogelijkheden om online opstellingen te geven. En die leer je ook allemaal in die training. Even kijken, Maria. Ik weet niet of zo je vraag beantwoord is, Esther. Anders stel je nog maar een vraag. Maria, na de cacao-ceremonie gisteren heb ik vanochtend 4 uur lang aan mijn boek gewerkt. Oh, veel inspiratie gekregen. Oh, wat supermooi om te horen, Maria. Echt heel fijn. Je moest even door een diep dal. Maar nou, als dit het resultaat is, dan is het echt super gaaf. Want dat is gewoon wat je altijd al wilde en wat allemaal maar niet op gang kwam. Dus super mooi dat je met je boek bent begonnen. Ja, en er was nog iemand in de cacao-ceremonie van gisteren die ook echt die inspiratie kreeg om verder aan haar boek te werken. Erg leuk. Jackie, is het wel verstandig om een cacao-ceremonie te doen wanneer je antidepressieve medicijn gebruikt tegen angststoornissen? Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag, Jackie.
Het is niet handig om een cacao-ceremonie te doen als je verslaafd bent of psychotisch bent. Ik zou dan ietsje meer moeten weten waar jouw depressie vandaan komt en waar jouw angsten vandaan komen. Het kan ook zijn dat je juist door de cacao ook inzicht krijgt in waar je angsten vandaan komen. Maar misschien is dan eerst een 1-op-1 sessie wel veiliger. Luister vooral naar je gevoel, Jackie. En ik geef bijvoorbeeld, je moet echt naar je gevoel luisteren. En misschien dat het dan nu nog te vroeg is, dat zou kunnen. Overleg het anders ook met een psycholoog. Ik weet natuurlijk niet of die open staat voor zulke dingen, maar laat het maar weten. Wat ook misschien mooi is, je hebt veel psychologen, het is een erkend middel, je hebt microdosering. Dat is dan ga je truffels en paddenstoelen nemen in een hele kleine dosering, waarvan ook bewezen is dat het helpt voor depressie en angst. Dus misschien zou dat ook een hele mooie eerste stap zijn om bijvoorbeeld je antidepressieve medicijnen langzaam af te bouwen en over te stappen op microdosering. Maar doe dat niet alleen. We zijn echt, volgens mij is microdosering.nl, er zijn ook echt psychologen die daarbij aangesloten zijn en die jou dan helpen in dat traject. Nou, en misschien als je dan daarin wat verder bent, dan is een cacao-ceremonie wel prachtig. Maar ja, wees er inderdaad ook een beetje voorzichtig mee. Anne zegt, mooi Sabine, veel sterkte. Ja, dat is natuurlijk voor Ilse. Oh, Ilse zegt ook heel mooi bedankt. Je krijgt allemaal hartjes en sterkte. Ja, want dan heb je heel erg nodig. Ik vind het ook heel mooi dat je dit deelt, Ilse. Want dit verdriet hoef je niet alleen te verwerken. Ja, dus heel fijn dat je dit deelt. En dat je dus ook alle steun krijgt. Esther zegt, ja, dat is ook heel leuk en fijn. Live in Zuid-Laria, absoluut. Ja. En Esther zegt, oké, helder, dankjewel. De tools zijn dus online goed bruikbaar. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Anne zegt, super advies. Nou, dankjewel. Nou, het is bijna 1 uur. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. En nogmaals excuses dat het begin wat rommelig verliep. Doordat op een of andere manier de livestream niet goed werkte. Ik ga dat uitzoeken, zodat het de volgende keer wel goed gaat. En ik hoop dat jullie er de volgende keer weer bij zijn. De opname staat natuurlijk ook op YouTube. Maar het leukste is natuurlijk om er live bij te zijn. Dankjewel voor jullie aanwezigheid en heel graag tot de volgende keer.